Marina Morelissen, ik ben 18 jaar. Ik kom uit Den Bosch en ja, ik doe dus kunstschaatsen. Mijn doel is dit jaar om bij de senioren op het podium te komen en dan als Nederlandse bij de Challenge Cup Den Haag te schaatsen. Ik ben Thomas Kennis, ik ben 17 jaar oud en ik woon in Oostwijk. Mijn doel voor dit seizoen is Nederlands kampioen senior te worden en een goede prestatie neerzetten op een WK junior. Ik ben een harde werker. Ik ben wel echt heel perfectionistisch en dat het ook een beetje bij elkaar hoort. Als iets niet goed is, moet het gewoon echt goed. Maar mensen moeten mij echt wel gewoon gas terugnemen, zeg maar. En gewoon mij een beetje vasthouden. Dat ik niet gewoon mezelf ga verliezen in mijn passie. Maar dat is een beetje hoe ik ben. Ik ben rustig en hardwerkend. Hoe resulteert dat in jouw carrière als kunstrijder? Nou, dat ik wel het geduld heb om gewoon mijn prestaties zo goed mogelijk te kunnen neerzetten. Waarom ben jij eigenlijk zo goed? Dat is best een lastige vraag wat wij goed maken. Want ik zie mijzelf helemaal niet als goed of zo. Ik doe gewoon mijn ding en ik probeer gewoon alles uit mezelf te halen. En zo goed mogelijk te zijn. Dus ja, of dat goed is dan, ik weet niet. Blijkt misschien wel. Ik denk omdat ik voor 100% voor mijn sport ga. Ik laat vrijwel alles naast mijn sport liggen. Dus ik probeer gewoon 100% te focussen. En het pakt redelijk goed uit tot nu toe. Ja, want alles naast je sport laten liggen. Hoe ziet een week voor jou eruit? Nou ja, opstaan, naar school gaan. Van school uit naar de ijsbaan. Van de ijsbaan uit weer naar huis. Leren, slapen. En dan zo een hele week lang. Is dat wel eens moeilijk? Nee, op het moment nog niet. Ik heb het nog niet meegemaakt dat ik denk van, oh, ik wil anders. Of nee, op het moment is gewoon, dit is wat ik wil. Dus ja. Ja, ik vind schaatsen leuk en ik hou ervan. Dus wat andere mensen bijvoorbeeld van mijn leeftijd, die gaan uit en die gaan drinken en stappen en zo. Maar ik geef daar niks om, dus voor mij is daar geen gemis, zeg maar. Wat is er nou zo mooi voor jou aan het kunstrijden? Ik denk dat je niet zo goed weet wat er eigenlijk komen gaat. Ja, je begint als klein kindje, je doet eerst stapjes op het ijs en zo. En op een gegeven moment dan mag je een keertje meer trainen en nog een keer meer trainen. En je hebt totaal geen idee waar je aan begint. Tot je een dubbelsprong gaat doen, een akseltje. Je springt denk ik alle dubbele sprongen. Oh, ik kan misschien meedoen met het NK, ik kan misschien op het podium komen. En dan mag je in één keer naar Junior Grand Prix. Oké, nou, misschien zit er toch wel wat meer in. En je kun jezelf zo steeds verbeteren. Ik denk dat is het leuke, denk ik. Je bent nooit klaar. Ik geniet altijd van elke wedstrijd, van elke training opnieuw weer. Als het gewoon loopt hoe het moet lopen, dan is het zo mooi. Je bent een van de grootste talenten op dit moment van Nederland. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik ben misschien nu wel een favoriet, maar ja, ik merk het nog niet echt. Dus ja, ik blijf gewoon rustig en ik moet doen wat iedereen moet doen. En ja, dat is mijn eerste doel. Nee, ik denk dat ik eigenlijk verwachtingen van andere mensen maken me niet zoveel uit. Maar ik denk dat de druk die ik me zeker vroeger en nu ook af en toe nog te veel opleg, is de druk van mezelf. Dat ik het gewoon zelf gewoon echt goed wil doen voor mezelf. En dat ik zelf een goed gevoel heb. En daar word ik misschien wel een beetje nerveus van. Maar ja, kijk, wat andere mensen denken, ja, laat maar. Ik doe mijn ding. Zoals je in het begin aangeeft, aan het einde van het seizoen het WK junioren moeten halen. Jij zegt goed presteren. Wat is voor jou goed presteren? Nou, goed presteren, ik kijk niet naar de plaatsen. Want ik weet, dit jaar is het gewoon nog heel moeilijk om een lange kuur te kunnen rijden. Voor mij goed presteren is dat ik mijn korte kuur foutloos doe. Tot ik weet dat ik er zelf alles uit heb gehaald wat erin zit. En dan ben ik tevreden. Waarom is het moeilijk om een lange kuur goed te doen? Nou ja, ik ben internationaal, zit ik nog niet aan de top wat ik moet zijn. Dus top 24 moet ik rijden om een lange kuur te mogen doen. En ja, dat denk ik dat dit jaar nog niet in zit.
Of ik moet gewoon heel goed rijden, dan heb ik misschien een hele kleine kans. Maar het wordt moeilijk. Hij moet wel een beetje vertrouwen in jezelf houden. Ja, ik heb er zeker vertrouwen in. Maar ik denk dat je ook realistisch moet zijn. Dat je voor dit seizoen moet ik gewoon weten dat het gewoon nog niet kan. Maar volgend seizoen heb ik natuurlijk wel een ander doel. Als jij jezelf over 3 jaar inbeeldt, 5 jaar misschien. Hoe zie jij jezelf voor je? Over 3 jaar hoop ik een hele goede prestatie neerzetten op het WK senioren. En een ticket te kunnen krijgen voor Nederland om naar de Olympische Spelen te kunnen. Nou, laat zeggen dat ik eerst gewoon eenmaal blessurevrij wil zijn. En dat ik dan gewoon ga trainen voor al die andere triples. En dan hoop ik het WK mee te kunnen doen voor EK senioren. En als het mag het WK senioren. En je weet ooit in de toekomst nog Olympische Spelen, maar zo ver weg nog. Dus ik train gewoon hard en dan zie ik het wel.